voelt als vroeger dit. Oma Jeltje, binnen. Hallo mevrouw. Dag meneer, komt u verder? Ik ben Jurre. Nou, wat attent. Dit waardeer ik altijd heel erg. Ah, meneer Torenstra, ik heb alvast een kerstcadeautje voor u. Nou, kijk eens aan. Kijkt u eens. Leuk. Is dit het eerste kerstcadeautje wat u krijgt? Ja, dat denk ik wel. Dat kon mijn man vroeger niet hoor. Koffie zetten? Wel, nee. Wie heeft u hier in uw handen? Kijk, dat is Jasper. En bent u samen met iemand geweest? Ja, wij zijn 58 jaar getrouwd geweest. En u heeft niet zoiets van, ik zou er weer een nieuwe vlam willen? Nee. Oh. Nee, lieverd, nee. En u heeft nog geen kerstboom staan, zie ik. Nee, dat doe ik ook niet meer. Hoezo niet? Nee, ik verheug me heel lang dat ik nog bij de kinderen ben. Maar niet meer in huis. Wat vindt u van de kerstdagen? Ja, wel gezellig. Tenminste, vroeger. Het is nou wat stiller allemaal. Voelt u zich ook wel eens alleen hier, thuis? Heel vaak. Hoe voelt u zich dan? Verdrietig. Herkent u wel een beetje dat gevoel? Nou ja, af en toe wel eens, maar... Ik ben zo gewend van... Als ik mijn mensen om me heen heb... En zou u bijvoorbeeld ook al behoefte hebben aan een lief kaartje tijdens de kerst? Ik vind alles even lief. Als je wist hoe dit lief ik al vind. Wat vindt u dan zo leuk aan een kaartje? Nou, van als er iemand aan je denkt. Dat vind ik wel leuk. Wat vindt u daar dan leuk aan? Aan gedachtenis alleen. Hoe vindt u ze? Dankjewel, jongen. Ik heb een idee. Dit waren natuurlijk maar 3 verhalen, maar het gaat hier om 1 miljoen eenzame ouderen. En goed nieuws, naar De Wereld Draait Door kijken meer dan 1 miljoen mensen. Dus als wij met z'n allen een kerstkaartje sturen naar die mensen, is niemand alleen met de kerst. Check hoe dat hier moet en ik zeg gewoon doen.